Defensieminister Krishna Kumari Mathura zegt dat de zware wapens die de afgelopen maanden in beslag zijn genomen door de autoriteiten zorgen baren. Vandaag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers zei de bewindsvrouw dat er een onderzoek is ingesteld naar de herkomst van de wapens. Ja, kijk, wapens, zware wapens, gewoon zo in handen van mensen die niet bevoegd zijn om die wapens te dragen, is zorgelijk. Voor elkeen. En ook voor ons, we maken ons zorgen. Ik moet gelukkig zeggen dat het geen wapens zijn van Defensie, maar we hebben wel een taak. En een verantwoordelijkheid hierin om te zorgen dat smokkel zoveel mogelijk beheerst wordt. Want die wapens zijn ergens vandaan gekomen. Dus we hebben nog een hele job te klaren met betrekking tot grensbewaking, het smokkel van illegale goederen. En dat is ook wat ik promoot. Daarom hebben we operatie Sparimaka gehouden, waar we boten die Suriname binnenkomen, hebben gecontroleerd. Je weet, dingen kunnen via de lucht komen, via luchthavens binnenkomen, via wateren binnenkomen, via land binnenkomen, via personen in pakketten, overal. En onze taak is om extra controle te doen. De minister geeft verder aan ervaring te hebben met het in beslag nemen van zware wapens. De samenleving kan een bijzondere rol spelen in het onderscheppen van wapens die de veiligheid van het land in gevaar brengen, besluit Mathura.